Jordi Bruin moet een van de sterkhouders worden in het elftal van Rogier Meijer. Hij belast zich met deze vrije schop. In de 10e minuut kan Cambuur tot dat moment sterker. Maar deze bal van Bruin ploft zomaar op de lat. Boven Sonny Stevens, die de zaak overigens wel onder controle leek te hebben. Dan gaan we naar minuut 38. Beide ploegen komen moeizaam aan echt grote kansen. Dit is er natuurlijk wel een. Na het mistasten van Alblas krijgt Antonia van heel dichtbij de bal er niet in. Overigens niet makkelijk vanwege de stuit. Nieuwe hoekschop aan het begin van de tweede helft. Een aardige mogelijkheid voor Yanga. Gehuurd van Astana. Nieuwpoort gaat al mee naar voren. Het moet uit de hoekschoppen komen. En dit keer gaat hij er wel in. De vraag is hoe. Nieuwpoort loopt juichend weg. Kijkt nog even naar Dieperink. En dat verraadt eigenlijk al dat hier een luchtje aan zit. Nou, zeg maar gerust, een dikke stank. Want het is een hensbal. Een overduidelijke van Nieuwpoort. Maar er is geen VAR. En Dieperink zag het niet. Cambuur komt vrij gelukkig dus aan die openingstreffer. Zit inmiddels halverwege de tweede helft als Okita in de ploeg is gekomen. De kans is heel groot dat hij nog gaat vertrekken uit Nijmegen. Hier laat hij zien waarom. Geweldige demarrage, bal in één keer doorgespeeld. En Selouf slaagt er dan niet in de bal bij Romani te krijgen. En zo is de kans van NEC weg. Betere veldspel is wel van Cambuur Leeuwarden. En die gaan, ruim een kwartier voor tijd, ook een penalty krijgen na de overtreding op Calon. 26 doelpunten vorig seizoen. Muren staat nu op 1 en Cambuur op 2-0 tegen NEC. En daarmee is de wedstrijd feitelijk wel beslist. Sobere, goede penalty van Robert Muren. Alblas zat er nog licht aan, maar kon hem dus niet keren. 1 kans krijgt NEC nog in de slotfase, 10 minuten voor het einde. Stevens heeft geen problemen met deze inzet van Okita. Cambuur wint de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Overtuigend met 2-0.